Ik sta met bij Café de Pauw. Ik wil heel graag beginnen met de Zeute Inval. Welkom bij de Zeute Inval. Ik heb stel gasten aan de tafel zitten en gewoon gauw kijken bij mijn biemetje. Ik ben Joffe de Nieuwenhuis. Ik ben lid van de vaste noodvereniging VW de Tuinhagen. Het is Oud in Leven. Hans Liepen, ook lid VVV de Tuinhagen des Leven. Ik ben Arno Lormans en ik ben ook lid van de VVV de Tuinhagen des Oud Leven. Dus eigenlijk allemaal dezelfde jongens. Ja, een paar heren Oud Leven. Ik heb dit eigenlijk een beetje overal voorbij zien komen. Langs de weg, in Leven op bepaalde plaatsen, Facebook, over de schreef. Ik weet dat ik het vorig jaar ook gezien heb. Dus ik denk dat het een groot succes is geweest. Vertel eens even, wat is dit precies? Ja, dit is Over de Schreef. Ik moet altijd opletten dat ik het echt goed zeg. Dit is de tweede editie, Tamara. En ik moet zeggen, vorig jaar eigenlijk een geware happening. Boven verwachting. We hebben eigenlijk het hele evenement afgekeken van de kerktoerrees. Die hebben dan zo'n bolderwagen gewoon die hebben de kerk te bergen af. En vuur hadden ze geld van, maar dat kunnen we ook. Ja. En toen kwam eigenlijk het idee. Geopperd door Peter, helaas is er nu helaas niet bij. Maar we hebben daar Pinksteren, we hebben de berg, we hebben water. En zodoende kwam dit evenement naar voren. En vorig jaar inderdaad de eerste editie. Het was geweldig weer. En dat moest natuurlijk wel hebben. Ja. Dit is een boete evenement. Ja. Ja, en zoals ik al zei, het was boven verwachting goed nemen. Want ja, anders geeft ze dus niet een tweede editie doen. Ja, het is eigenlijk een spel om het zo maar te zien. Dus ik neem aan dat er, of zeg ik het verkeerd, zitten toch ook een aantal spelregels aan verbonden, toch? Nou, de spelregels zijn eigenlijk heel simpel. We zitten boven aan de berg, zitten voor een wagen neer. Daar geeft ze in principe vanaf voor een parcoursroute gezet. Er zit een chicane natuurlijk. Dan hebben we voor een brug gebouwd aan het einde aan het water, zeg maar op een steiger, waar ze tot stilstand moest komen. Ja, oké. Het is niet de bedoeling dat we origineel remming is gebroken op die bolide. Ja. Dus toch proberen dat ze een beetje een alternatief vindt ze voor. Mm-hmm. En dan moet zorgen dat ze voor de streep stil kunt staan. Dat willen we natuurlijk niet zien. We willen natuurlijk dat iedereen het water in ja, gaat. Ja, tuurlijk. We hebben wel een grens qua leeftijd. Dat is vanaf 13 jaar, zeg maar. Ja, en de wagen kregen ze van u? Moesten ze dat zelf maken? Wie gaat dan in zijn werk? Nee, dat is de bedoeling dat gewoon iedereen zelf zijn eigen wagen maakt. We hebben een huurwagen. Zeg maar, dat is de huur voor 10 euro. Plus een consumptiebon bij, geef ze even goed. Kijk aan. De bijaangaaf en ja, hartstikke ziek natuurlijk. Oké, en zit er ook een aantal aan verbonden van zoveel maximaal of zoveel minimaal? Nee, de inschrijvingen zijn gewoon. Nee, ik bedoel op de auto zelf. Is het best wel verplicht met 2 man te gaan of mogen ze alleen gaan? Nee, of dan mogen ze met 3 man, dan mogen ze met 2 man op gaan zitten. Voor alleen een afmeting van de wagen staan. Dat is 1,80 meter lang en 1,50 meter hoog. En ja, oké, lieve man, dat ze erop past mij niet zo goed, maar ja. Het mogen er zoveel mogelijk zijn natuurlijk. Dat okay. Is, maar het is geen limiet daar. Nee. En heb je ook, want ja, water en natuurlijk met zo'n zelfgemaakte wagen zal natuurlijk ook niet altijd goed gaan, denk ik. Heb je dan ook extra maatregelen getroffen? Ja, natuurlijk. De moest daar voldoen natuurlijk. De moest het veiligheids... dingen met name natuurlijk. We hebben de EHBO daar. We hebben de duikclub daar. Dan moet ik heel even spieken op het beleidje. Dat wordt ook echt goed zeggen, hè? Ja, want... Ja. Enjoy diving liggen in het water met de reddingsbrigade, met de ROV. Dus de bolides werden dan ook goed het water gehaald. Ze zorgen natuurlijk dat de mensen direct opgepakt werden en aan de kant gebracht werden. Dus, ja, veertrennet hebben we door voor de mocht het gebeuren of iemand onwel weer of noem maar op. Ja. Dat is allemaal geregeld. Vorig jaar alles goed gegaan, geen ongeluk gebeurd, niks. Helaas hadden we ons heel goed voorbereid, maar echt verleden niks aan toeval over. De constructie was geweldig bedacht, maar in de praktijk pakte het er eigenlijk volledig verkeerd uit. Ons filmpje zou staan op de site van Over de Streef. Op de Facebookpagina zit het filmpje.
Helaas hebben we de streep niet gehaald. We zijn gecrashed, zoals dat dan net. Maar ja, goed, ook dat hoort erbij. En dat geeft dan toch weer extra sensatie. Dat deed van eigenlijk niet veel, maar het pakte wel zo goed. Dus, Oké, en dat was alleen een beetje een ego wat gekrenkt of worden ook nog lichamelijk letsel bij. Nou, gelukkig is het tegen Vetra net in een moment die neven ons. Maar het was niet nodig. We zijn toch het water ingesprongen. Oh, want dat duurde toch niet. Ja, het is wel sportief, hè. Dus dit jaar gewoon samen met Aldoen omleeg. Met zijn enkele duit. Ja. En we hebben wel het voertuig wel aangepast, want ik wil natuurlijk wel, we willen wel winnen. Dat is natuurlijk wel zo. Ja, en wie gaat dat? Mocht iedereen dan meedoen? Heb je mensen aangeschreven? Kunnen mensen zich opgeven? Wie gaat dat in zijn werk? Eigenlijk is het idee ook gekomen dat de prinsen van het jaar ervoor zouden meedoen. Okay. Geweldig, hier zitten de poster. Dit is eigenlijk de bolide van de hofgangers van vorig jaar. Die waren er samen bakjes bij. En we hopen dat ook dit jaar steeds meer vastenovensverenigingen gewoon meedoen. Ja. Ik heb ook gehoord dat de waterratten, want ja, die mogen helemaal niet ombreken natuurlijk met een waterfestijn. Nee. Dat ook die dus bezig zijn met het maken van een voertuig en zich gewoon inschrijven. Okay. Dus dat werkt goed. Maar dus gewoon lever nu of ook machineel of weet ik veel hoe ze vanavond komen, mogen allemaal meedoen. En zoals je al zei, er is een huurwagen. Dus in principe als ze twee linkse handjes, kent ze ook nog met de huurwagen meedoen, zeg maar. Ja, en voor de rest, iedereen mocht zich inschrijven. Wel inderdaad de leeftijdsgrens aan gebonden. Dat is ook puur juridisch en ook voor de verzekering. En daar mocht het gebeuren, is gewoon verplicht. Ja. Want ja, veiligheid staat wel voorop. Ja, en een ongelukje zit in een klein hoekje. Precies. Ook van vorig jaar hebben we geleerd, lopen er eigenlijk best wel veel auto bij. Ja. Maar de kinderen onze eigen crash. Nu hebben we dus maar aangepast op streubalen. Ja. Van die grote jongens die dus echt wel gaat kunnen tegenhouden. Dus veiligheid zit voorop. En voor de rest zou ik zeggen, door met de maren. Ja, ik. Voor mij is het nu niet zo'n geschikt moment, maar ik zal wel mensen aanmoedigen voor met te doen. Ja, is helemaal goed. Ja, mocht ik de dag niet veranderd zijn, dan kom ik zeker even kijken. Want ik heb inderdaad vorig jaar kost ik helaas onheen, maar ik heb de filmpjes gezien. Toen had ik inderdaad wel een beetje speed. Ik dacht, goh, het zocht er wel heel, heel gezellig goed. Vorig jaar was gewoon totaal pleitje, was gewoon super. Ja, en voor herhaling vatbaar. Dus dit wordt de tweede editie. Inschrijven kind tot 7 mei zinnig. Ja. Het evenement vindt plaats op 15 mei. Ja. En hoe moeten we zien? Bij meneerkes. De meneerkesweg. En ik moet eigenlijk zeggen, gewoon meneerkes, wat het dan tegenwoordig is. Ja. En dan staat alles opgeboet. Tenten, de catering, staat een lekkere hamburger. Gewoon een feestje. En dan huurt dit er dus ook bij. En als ze nu mensen willen komen kijken, wie gaat dan in zijn werk? Hoe kunnen ze staan? Ze kunnen met de fiets komen. Ze kunnen met de auto komen. Ze kunnen te voet komen. Maar ze kunnen ook met de boot komen. En dan denk ik dat ik even Hans weer het woord geef. Oké. Ja, dan willen we eigenlijk gewoon vragen alle mensen die dan op het water komen of zitten. Om toch even richting gewoon meneerkes te komen. En vanuit het water eigenlijk en zo maken hoe echt ik tafereel neer te zetten. Het werd allemaal gefilmd. Je kunt zelfs een zien op YouTube. Maar ik denk dat we wel een hele schone panorama kunnen neerzetten daar. Dus ja, bootliefhebbers, bij deze. Oh, goed als je eerste Pinksterdag, 15 mei, op het water zit, vaar even naar meneerkes en door zitten doen. Het is ook een beetje aan de kindergedag voor de mensen die daar nog even aan denken zijn. Dat vroeg ik immers wat net een verwachting is natuurlijk, hè, dat kies je dat. Gewoon met denken. Maar de kinderen mogen inderdaad wel kijken. En ja, een goede gast, dat we inderdaad alleen aan gedacht pakken van met. Ja? Ja. Goed. Nou, dan wil ik u heel veel succes wensen met de verdere voorbereiding. Hartstikke bedankt voor het gesprek. En dan, dan horen we wel wat het geworden is, uiteindelijk. Gun ik fijn weer. Gun ik veel animo. En dat het net zo schoon of eigenlijk nog maar beter mogen worden dan vorig jaar. Dank je. Ja? Goed. We hebben vandaag nieuws aan de, in de Zweedse inval Mirjam Diekers. En Mirjam is een soort zangvogeltje, een nachtegaaltje. En die kan geweldig mooi zingen. Zo is het toch? Nou, dankjewel voor zijn dien woorden. Dus, Maar hoe heb je dat geleerd? Heb je daar lessen voor gehad? Ik heb vroeger wel lessen gehad, ja. Heel lang geleden, maar... Dat is heel erg technisch in die zingen, hè? Nou, ik probeer dat af en toe vergeten toch nog wel eens gaat techniek hoor. Dan speelt de emotie de boventoon. De emotie van het lied? Ja. Of de emotie van de toeschouwer? Nou, dat is een gooi. Nou, we verwegen toch de emotie die in het liedje zit. Want ik denk, als ik ga zingen, dan zit ik er ook helemaal in.
Maar het kan ook zijn inderdaad dat de reactie van het publiek... Als ze door in de badkamer stuis, voor de spiegel, is dan ook die emotie aanwezig? Of zing ze niet in de badkamer? Nee, ik zing niet in de badkamer. Niet? Nee. Dat is wel een ideale plek om te zingen, toch? Vanwege de galm of zo, ja. Nee, maar dat doorgaat niet, nee. Sorry. Okay. En maar je hebt veel optredens gehad al en dat was best wel in toenemende mate populair. En wat is eigenlijk die repertoire wat ze eigenlijk moest groot met geworden was? Nou, ik ben vroeger bij het kinderkoor begos. Een braaf in de kerk gezongen en mijn zuster Therese, dat weet ik al nog. En toen ben ik bij het jongerenkoor gegaan en we zongen natuurlijk ook in de kerk, dat was Jokerman. En dan mocht ik ook alarm te solo zingen. Je hebt trouwens bij het kinderkoor ook, maar bij Jokerman dan had ze dus I Don't Know How To Love Him, het van Jesus Christ Superstar bijvoorbeeld. Ja, zing eens even een beetje, zo het werkt ongeveer. Ja, dat kennen we even, hè. I don't know how to love him. Zo ongeveer klinkt dat, hè. Echte nachtegaal dus. En toen? En toen, bij het jongerenkoor heb ik best lang volgehouden totdat ik getrouwd ben. En toen ben ik inderdaad richting Weertverhoes, in Stramprooide, meisterjaren gewoond. En toen ben ik in Weert, bij een Weertse vocaal ensemble gaan zingen. En dat was modern klassiek vooral. Dus daar heb ik de moderne klassieke muziek leren waarderen. En daar was het solo zingen even voorbij. Daar was dat gewoon geen traditie. En toen merkte ik dat ik dat toch wel ging missen. En toen ben ik toch weer naar muzikanten op zoek gegaan. Want mijn voorleefje bleek toch bij de jazz te liggen. En daar kwam ik toen pas achter. Je hebt een beetje jazz muziek gemaakt. En daar heb ik dich ook ontmoet in die periode. Een paar maanden geleden in één keer kreeg een bericht van Mirjam is het liedjes gemaakt in het Limburgs. Eigen liedjes in het Limburgs. Een beetje in die klassieke stijl zo'n beetje. Hè. En daar heb ze een cd'tje van gemaakt. Ja, klopt. En toen kreeg ik denk ik die cd'tjes van mijn broer. Ik denk, ja, die Mirjam, die moet ik een keer in Biedenzeut inval hebben. Die moet ik eens nog wel vragen, want dat is wel heel erg apart. Want als we het hebben van Limburgse liedjes, dan heb ze ofwel iets van Jo Ergens of de hupschat van carnavalsliedjes, maar weinig echte Limburgse liedjes. En dan maakt Ton, die verbonden is op TV11, dat schrijft wel veel Limburgse liedjes. En dus denk ik van, dat is wel eens leuk om Mirjam hier te vragen. En het is een heel eigen stijl. Hè? Het is een heel eigen stijl. En die mensen kunnen dat zoeken ergens kunnen ze downloaden ergens? Zo. Het zijn op Soundcloud, ja. Soundcloud en dan Mirjam Dukes en dan heb ze dat. Ja. Veur dicht heeft dat cd'tje. Moet je zeker herloesteren, dat is de moeite waard. Hè? Wat is het allermooiste wat ze metgemaakt heeft in die carrière als zangeres? Nou, ik heb een paar reacties wel gekregen die ik ook altijd zal onthouden. Dus dat een vrouw naar me heer kwam en die zag, als ik dicht wil zingen, dan krijg ik een heel fijn warm gevoel van binnen. En nou, dat is al heel chic. En ik heb ook wel eens een verzoek gekregen of ik met de persoon wil gaan trouwen. Oh, dat is ook wel heel grappig. Ja. En dat is natuurlijk meteen jou gezegd. Helaas niet. Dat is niet gedaan. Oké. Nou ja, ik wens je heel veel succes toe in die verdere carrière. En denk aan mensen, dit is echt de moeite waard voor dich. Het is een geweldig leuk cd'tje. Download het en geniet ervan. Hey Wally, hoe is het jongen? Hoi! Hey, dat is even geleden man jongen. Gaat goed? Hey, het doet me plezier jou weer te zien. Absoluut. Ik zou zeggen, welkom bij TV11, het meest gezellige station van Nederland. En jullie dank voor de ontvangst. Dat is heel graag gedaan, want wij houden van het nationaal product. Ja, absoluut. Dat betekent wel wat. Ja. Wally, hoe is het eigenlijk allemaal voor jou begonnen? Hoeveel eeuwen is het geleden dat je voor het eerst op de bühne stond? Of hoeveel jaren? Excuseer me, want je ziet er nog jong in die namen uit. Ik ben al zo oud dat ik nog wel weet dat mijn eerste huisdier een dinosaurus was. Oh, dat... een dinosaurus? Ja, absoluut zo. Hoe ben je daartoe beland? Nou, die had ik. Dus daar spreek ik over honderdduizenden jaren geleden, als het geen miljoenen waren. Oh.
Maar we zijn er nog. Het is onvoorstelbaar. Ja. En inmiddels de 13e Nederlandstalige single. Oh, de 13e Nederlandse. Zong je vroeger Engelstalig? Alleen maar, uitsluitend. Oh, uitsluitend Engelstalig. Ja, met de band The Lemming. En daar hadden we toen in 1975 grote hits mee in België en Nederland. Oh, je hebt altijd met een band gezongen. Ja, klopt. En toen, nu zou men die muzieksoort gothic rock noemen. Ja. En toen was het horrorpop. Oh, ja, horrorpop. Het begrip gothic bestond nog niet. Oh. En die band bestaat nog steeds. Dus je hebt altijd muziek gemaakt voor de jeugd eigenlijk. Ja. Eigenlijk voor de harde muziek waar dat, de oude van dagen niet zo vrolijk voor worden. Nee, maar nu vinden ze het weer wel leuk. Alleen als ik zeg dat Lemming in 1975 een band was met doodskist, elektrisch stoel en een blote juf op het podium. En fakkels, vuur en beulen en vlammen. Zo'n band was het. Dat was een hele theatershow. Dan komt er toch een smile op hun face. Dat denk ik ook. Want alle nationale kranten van België en Nederland hadden we daar mee. En het pluspunt natuurlijk voor ons was dat het Engelstalig is. We traden net zo vaak op in Wallonië als in Vlaanderen als in Nederland. En dat kwam door Topop. Iedereen keek de Topop en in België was er Topop was, ja, was het muziekprogramma in Nederland. Ja, klopt. Er was toch verder niks. Ja, Farah's Popscene hadden we nog. En Chef van Oekel. Dat was ook een geweldige discoshow. Dat was ook helemaal top. Want als ik terugkijk naar Topop, dan denk ik dat dat ten alle tijde het meest populaire televisieprogramma is dat Nederland ooit rijk is. Ja, dat is nooit geëvenaard. Echt niet. Want iedereen keek massaal, alle families, naar Topop. Want... Maar het deed natuurlijk iedereen wel wat. Hè? Ook Penny de Jager en heel die entourage en Iggy Pop die alle planten en bomen van het decor omver schopte. Ik zal het nooit vergeten. Dat was een heel wilde aangelegenheid. Ja, dat was goed. En de popgroep Normaal die met motoren het podium opkwam, terwijl niemand het wist. Dus het was een spraakmakend programma ook nog eens een keer. Ja. Maar waarom ben je dan in principe gestopt met die band? Want als dat toch zo succesvol was. Nee, het zou afbreuk doen aan de band. Als ik zou zeggen dat ik gestopt ben, want de band leeft nog steeds. En het is zelfs zo dat in een New Yorkse platenfirma, Choose Records, die heeft een van de tracks van ons nieuwe album opgepikt. Onder de noemer Wake Up Call. En dat is een album voor de ontwakers van de dag. En een experimental records uit Duitsland heeft de nieuwe single Ready to Love opgepikt van Lemming. En dat is een topplaat. Ik heb hem hier. Oh, wauw. Dat is mooi. Volley on rocks. En daar staan gevaarlijke aangelegenheden op zich. Want dat sabelgebouw is zoiets. Dat was een idee. Dat is iets vanuit de middeleeuwen. Ja, was Carla weer, hè? Die dat niet buiten kan. Moet bij haar altijd een beetje, klein beetje roering geven. Oh, ja. Ik dacht dat Carla zo'n rustig meisje was. Stille wateren, diepe ronden. Oh, daar moeten we rekening mee houden dan. Ik denk het wel, ja. Pas op, hè. Of is Carla misschien een dame zonder gebruiksaanwijzing? Ja, dat is zeker. Oh, zeker? Dat is zeker. Een dame zonder gebruiksaanwijzing. Dan moeten we, dan moeten we heel voorzichtig zijn. Ik kan het nog niet handelen. Oh, Wally, wat zijn eigenlijk nog jouw toekomstplannen, jongen? Wat wil je nog verwezenlijken? Nou, toch wel veel. Op dit moment zijn Belnet, België-Nederland Records van Carla met Peggy en Godelieve heel hard bezig met heel veel concerten in eigen beheer te doen. Oh, dat is leuk. En, ja, en dat gaat heel goed. Want het is natuurlijk zo, we weten allemaal dat de hele muziekindustrie, eerlijk is eerlijk, eigenlijk helemaal in elkaar geplat is. Dat is helemaal naar de kloten. Dat is gewoon naar de kloten. En nu zijn er, en op iedere straat zingen er duizenden jongens, die doen hun best. Meisjes zie je haast nooit. En het is moordend, die concurrentie is moordend. Maar ik heb het voor elkaar, Jerry, dat ik nummer 6 in de populariteitspol in België sta. Oh, dat is fijn. Dat bedoel ik. Dat moet wel. Ja, want mijn nieuwe single is natuurlijk op het opslagen. Dat is fijn. Mijn hart klopt zelfs voor jou. Ja. Waar kunnen ze jou boeken, waar kunnen ze jouw gegevens vinden, Wally? Wally McKee, M-C-K-E-Y, hè? Denk maar een sleutel McKee, via Facebook. Oh. En dan kun je dus wel altijd vinden. Ja. Ik zou zeggen, Wally, heel veel succes in de toekomst, jongen. Jerry, heel graag. We blijven jou volgen. Top, heel graag. We gaan proosten op jouw gezondheid en ook op de kijkers van TV11. Ja. En beste kijkers, u ziet uzelf op TV11.
Ook deze week hadden we weer zo'n gasten natuurlijk. Maar ik had toch graag dat Geer Owens in de keer komt. Heb je het leukste te vertellen? God, je gaat organiseren. Geef je op info@tv11.nl. Want je weet, gezellig zelf, biedt TV11.